In dit filmpje geef ik enkele pointers over hoe je zelf een Webpack loader kan gaan schrijven. Je kan best starten in een nieuwe Node module en daarin je implementatie gaan bouwen. Het implementeren van een eigen loader is goed gedocumenteerd op de website van Webpack. Hier kan je ook nog eens een samenvatting zien van wat een loader juist is. Een loader is een Node module that exports a function. This function is called when a resource should be transformed by this loader. Dus bijvoorbeeld het omzetten van JSX-syntax naar JavaScript-syntax of het omzetten van SCSS-syntax naar gewone CSS-syntax. Dus een eenvoudige functie, dat is wat deze documentatie hier zegt. In de eenvoudigste vorm kunnen we een functie default gaan exporteren. Deze functie zal aangeroepen worden door Webpack en die zal dus ook input krijgen van Webpack. Die input, dat gaat een string zijn met broncode in die nog getranspileerd moet worden. Het is dan aan deze functie om output terug te geven en dat moet ook een string zijn met dan de getranspileerde broncode met de outputcode. In het geval van Babelloader bijvoorbeeld, die gaat JSX binnenkrijgen en die gaat gewone JavaScript code terug uitsturen of terug returnen eigenlijk. Babelloader gaat dat niet zelf doen. Babelloader die roept gewoon Babel aan om die transpilatie te gaan doen. En dat gaat in ons geval hetzelfde zijn. Dus we gaan niet hier in die loader functie al het transpiling werk gaan doen. Nee, we roepen hier gewoon onze transpiler, onze compiler transpiler, we roepen die hier aan. En hetgeen dat die gaat teruggeven, dat gaan we dan gewoon returnen. Dat gaat typisch een string zijn, een stukje tekst. In een eerste fase, wanneer je nog met Webpack aan het werken bent, dan kan je hier eventjes tijdelijk hardcoded een stukje tekst teruggeven met een hardcoded string erin ofzo. En dan kan je makkelijk zien of dat je loader opgepikt wordt en of dat je die output, die hardcoded tekst, ook terugvindt. Of dat je die terug kan vinden in de gegenereerde bundel. En op termijn dan, wanneer je verdere stappen gezet hebt met je transpiler, kan je hier dus die transpiler of die compiler, kan je die hier gaan aanroepen en kan je dat gaan teruggeven, het resultaat van die compiler. Die loader, die functie, hoe gebruiken we die nu? Wel, als we een front-end framework bouwen, bijvoorbeeld een front-end framework dat met de JSX-extensie werkt, dan kunnen we dat op deze manier doen. We zeggen gewoon ergens in webpack-config.js, zeggen we gebruik voor JSX. Gebruik daarvoor de loader genaamd MyLoader. En dan gaat hij op zoek naar een node module genaamd MyLoader. Dus dat moet je dan natuurlijk nog vervangen door de naam van jouw loader. En dan gaat dat werken. Bij een CSS preprocessor gaat dat vrij analoog zijn. Stel ik heb een extensie genaamd MyCSS. Dan kan ik hier mijn loaders gaan opsommen. Net zoals bij bestaande Webpack configuraties die je misschien al hebt gebruikt, is het dus ook mogelijk om die loaders te gaan chainen. Hij gaat dat doen door die achter elkaar aan te roepen en hij gaat de laatste eerst aanroepen. En die laatste, dat is niet toevallig mijn loader. Ik moet dat natuurlijk nog vervangen door een echte loader die ik dan implementeer. Maar die gaat als eerste aangeroepen worden. Daar gaat dan echte compatibele gewone CSS uitkomen. Die gaat dan naar de CSS-loader en vervolgens naar de mini-CSS-extract-plugin, zijn loader. Je volgt best de documentatie van de loader in kwestie. Bij bijvoorbeeld mini-CSS-extract-plugin wordt deze syntax gebruikt en moet ik hierboven nog ergens een require gaan plaatsen. Dus daar moet je wel de documentatie even voor raadplegen. Het combineren van meerdere loaders is ook goed gedocumenteerd op de website van Webpack. Er staat hier ook een voorbeeldje met meerdere loaders. En ook de beschrijving loaders are evaluated or executed from right to left or from bottom to top. In the example below, execution starts with the SAS loader. En ik scroll een beetje naar beneden, dat is de eerste die hier wordt uitgevoerd. Dat is ook een loader die dan gebruikt wordt om SAS syntax om te zetten naar gewone CSS syntax, net zoals wat wij hier aan het proberen zijn. Dit is hoe we een loader kunnen gaan aanspreken vanuit onze demo-applicatie. Als we eens teruggaan naar de loader zelf, dan weten we dat we van daaruit op termijn ook onze parser willen gaan aanspreken. En dus, als we dat willen doen, als we vanuit de loader de parser willen gaan aanspreken, dan gaan we een dependency moeten gaan toevoegen. Zolang onze parser niet gepubliceerd is in een of andere publieke repository, gaan we die file gebaseerd of met file dubbele punt
moeten gaan aanduiden. NPM moet weten waar dat die parser kan gaan vinden. En dat doen we dus zo. File, dubbele punt, 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 slash. We gaan één directrietje hoger en we gaan naar my parser. Het is heel belangrijk dat we hier een relatief pad gebruiken natuurlijk, zodat dit systeem werkt op iedereen zijn toestel. En het is ook belangrijk dat er een npm run build gebeurd is in myparser. Dus eerst moet de build gebeurd zijn, anders gaat myloader myparser niet kunnen gaan aanspreken. In de parser, dus de module die geïmporteerd wordt, ga ik een main moeten gaan specifieren. Die main die geeft aan waar het entry point van deze module ligt. Zo'n entry point dat gaat typisch een reeks van exports zijn, waar afhankelijke packages gebruik van gaan kunnen maken. Vandaar ook dat ik mijn parser zeker moet builden, want de build step zal die dist folder creëren, afhankelijk van mijn instellingen natuurlijk, en zal die index.js gaan genereren. Dit is de package.json van mijn loader en de package.json van mijn parser. Maar van zodra ik een demo-applicatie ga bouwen, ga ik opnieuw dezelfde stappen willen gaan doorlopen. Ik ga hier een main gaan toevoegen in mijn loader. En ik ga ook in mijn package.json van mijn demo-applicatie een dependency willen gaan toevoegen naar die loader. Met file dubbele punt ga ik gaan aangeven waar dat mijn demo-applicatie mijn loader gaat vinden. Ook opnieuw natuurlijk weer met een relatief pad. Dus telkens ik een project heb dat afhankelijk is van een module, of een module die afhankelijk is van een andere module, moet ik goed gaan kijken naar mijn main. Ik ga hier het bestand gaan specifieren dat gegenereerd wordt door de build-stap. Ik moet mijn main duidelijk gaan specifieren en ik moet in de andere, op de andere plek moet ik een dependency gaan toevoegen en met file dubbele punt heel goed gaan aanduiden waar dat die de andere package kan vinden.